de autorij. Hij is weer voorbij, maar bijna 430.000 mensen gingen kijken naar al dat glimmende blik. Dat fraaie blik, dat snelle blik, dat retro blik. Daar beginnen we vanmiddag mee. De autorij in de rij. Vanmiddag natuurlijk ook Stadsdeel TV Zuidoost met Suriname anders bekeken. Ons populaire programma met home video's uit Suriname. Maar we beginnen dus met de autorij. Druk bezocht, ondanks de sneeuw. Met hele snelle raceauto's, maar aan het eind natuurlijk ook gewoon slepen. Zoals deze mensen die na afloop van de rij hun jukebox van de stand moesten halen. En dat was een zwaar karwei. Autorij. En zoals altijd eindigt die autorij met een enorm toeterconcert. Om 5 uur precies begon dat. Alle klaksons gingen aan. Een oorverdovend geluid in de rij. Een rij die vol stond met hele nieuwe auto's, maar dit vonden we wel een interessante oude auto. Geen designmodel, maar wel een goede herinnering aan deze lelijke eend. ...430.000 bezoekers. Nou, daar mag de rij best trots op wezen. Het streefgetal was 450.000. En het weer werkte niet mee, dat is duidelijk. Het was koud en nat en sneeuwerig. En kijk eens, op de 4x4 proefbaan buiten kon deze wagen het zelfs niet trekken. Hij moest uitgegraven worden voordat er doorgegaan kon worden. Dat 4x4 baantje, dat wil dus zeggen vierwiel drive baantje, buiten was wel een succes. Voor de rest stond de hele rij vol. Er waren zelfs tenten, zoals bijvoorbeeld voor de ijsshow. IJsshow, de soort Holiday on Ice, gemaakt door Audi. Audi on Ice, vanwege de introductie van hun nieuwe modellen. Nou, we gaan eens kijken. Bij het begin van de beurs gingen we kijken. Dit was de laatste dag, want we wilden dat wel eens meemaken. Dat getoeter om 5 uur. U zult het straks wel horen, u hoorde al een voorproefje. Dat is traditioneel. Want aan het eind van 10 dagen autobeurs is iedereen het zat. En dan moet er getoeterd worden. Wat we deze keer vooral bekeken was de techniek. Want laten we eerlijk zijn. Naast glimmend buitenkanten gaat het ook om de binnenkant. En dat is dan toch wel goed om te zien hoe zo'n ophanging. En vergeef ons, maar we weten ook niet precies of dit nu een MacPherson of een andere ophanging is. In ieder geval gaat het om een differentieel wat alle 4 de wielen apart kan aandrijven. En dan zitten we dus weer op die 4x4 tour. En dit is dan voor een Audi. Wat ons opvalt is dat al die motoren er zo modulair gaan uitzien. Je kunt ze makkelijk vervangen. Helemaal eruit halen en weer erin zetten. Wat dat betreft worden het net PC's. Je kunt een modelletje krijgen met een 300 of een 400 of een 450 megahertz. En bij auto's dus 1,3, 1,5, 2 liter. Veiligheid. Hier bij Audi laten ze zien dat dat ook met airbags kan. Niet alleen airbags van voren, maar ook aan de zijkant, bij je schouder. Je kunt een auto helemaal vol zetten met airbags. Besef overigens wel dat als u een keer ergens tegenaan klapt en die airbags gaan uit, beschermen ze u. Kunnen ze je leven redden, maar als er zoveel van dit soort bags in zitten, zijn de kosten van het vervangen van al die dingen aanzienlijk. Zo hoog dat je al snel met een totaal los zit. Dus heel fijn, maar ook heel duur in het gebruik eigenlijk, die airbags. En kijk eens, differentials, versnellingsbakken. Men liet zien hoe een motor werkt. De wat technische mensen gaan dan kijken hoe zo'n overhead camshaft ketting dan wel werkt. De meeste mensen zal het een zorg zijn, want het draait gewoon. Maar goed, soms doet een auto het niet en dan wil je toch weten hoe het gaat. Dit is een opengewerkte cilinder. We hebben het gevoel dat normaal gesproken dat allemaal niet zo mooi vergroomd is. Maar hier kunt u zien hoe dus de kleppendeksels en de cilinders heen en weer gaan. Het draait allemaal mooi in dit soort modellen. Eigenlijk iets voor een autorijschool, want daar moet je tegenwoordig ook leren hoe je bijvoorbeeld een band moet verwisselen en het oliepeil moet controleren.
En kijk eens, een katalysator voor de uitgang. Ja, dit is de nieuwe Audi. Hartstikke mooi, maar een beetje retro. Die stijl is helemaal in. Dat wil zeggen, je bouwt auto's die lijken op Porsches of oude auto's van 20, 30 jaar geleden. Deze vinden we een beetje op zijn oude Porsche lijken. Maar het is de Audi TT. Sorry, de Audi TT was dat, ja. En dit is de S3, een primeur. En daar maakt men zich dan op zijn beurs heel erg druk over. Want primeurs, daar gaat het om. Nou, wat ons betreft vinden we dat niet zo interessant. Maar hij stond er mooi te glimmen. En er kwamen veel mensen naar kijken. Auto's worden kleiner, ronder. En ze worden ook handiger in het gebruik. Pioneer stond hier te demonstreren hoe je een spraakaangedreven car navigation systeem kon benutten. Een kaart in de auto, met een plat beeldscherm natuurlijk. En dan kun je aanwijzingen geven waar je naartoe wil en wat je wil weten. Raceauto's waren er natuurlijk ook. Ook hele mooie. En deze heet, geloof ik, meneer Sala. Of zou het Mrs. zijn? Het lijkt ons wel een beetje een vrouwenauto. Maar hij ziet er erg leuk uit. Zo'n coupeetje van Toyota. En in Amerika zijn dergelijke coupés zoals de Miata ook veel goedkoper. Hier worden ze nog een beetje aan de prijs gehouden. In Europa is het wat dat betreft natuurlijk ook wat kouder. En daar scoren de kleinere autootjes steeds beter. Kleiner, korter, hoger. De Smart en dit soort wagentjes. Het glimt allemaal mooi. En het ziet er indrukwekkend uit. Maar ook het milieu mag meetellen. Wat dat betreft vond ik dit wel interessant. Het was niet de enige elektrische wagen. Van Siemens was er ook een. Maar Toyota heeft een hybride model. Waarbij je dus zowel met een benzinemotor als met een elektrische motor kunt werken. En dat werkt heel handig. Want als je afremt bijvoorbeeld, kun je weer opladen. Je accu opladen, genereren. En op die manier met 5 liter 100 kilometer doen. 1 op 20 dus. Nou, dit is dus zo'n hybride auto. Daar zit dan dus een benzinemotor in en een elektromotor. En die elektromotor is nog heel bijzonder, want die functioneert niet alleen als aandrijving, maar als je remt of wordt een helling af zou gaan, dan functioneert die ook weer als generator. Dus de energie win je terug. En deze auto is volgend jaar in Europa en in Amerika te koop. En ook hier bij Lexus weer zo'n prachtig weggewerkte motor. Het zit allemaal keurig ingepakt. Alleen hier erg veel elektronica. Maar dat mag ook wel voor zo'n luxe model van Lexus. Ook hier weer uit elkaar gehaalde motoren om te laten zien hoe precies de timing en dat soort zaken van de kleppen zit. Want je kunt best nog wat besparen door andere inspuitingen, dat kan wel beter. Het toppunt van besparing zou deze Lupo moeten zijn, die dan met 3 liter benzine 100 kilometer kan doen, 1 op 33. Dit is ook een model van Volkswagen, maar dan een van die conceptwagens, een van die toekomstmodellen, zoals er nogal flink wat stonden op de autorij. Wagens die nog niet toe zijn aan echt productie,
maar die gebruikt worden om te laten zien wat er kan en om de reacties van het publiek te testen. En u ziet het, rechte deuren, dat hoort er niet meer bij in de toekomst. Het moet allemaal omhoog of opzij. Het voordeel van zo'n deur zoals hier bij die Volkswagen is dat die natuurlijk niet naar buiten klapt en dat je dus geen fietsers kunt oppikken, zal ik maar zeggen. Hij gaat omhoog. En kijk, auto's kun je gewoon gebruiken als taxi. En ook hier bij de New Beetle kun je zien dat ze tegenwoordig allemaal erg veilig zijn. Voorzien van airbags aan beide kanten. Maar je moet wel bedenken dat voor kleine kinderen airbags ook weer niet zo veilig zijn. Zeker niet als ze omgekeerd zitten op de voorbank. Je kunt auto's beschilderen in Delft blauw of hoe je het maar wilt. Over zitten gesproken. Er zijn allerlei kinderzitjes voor in, achterin. Wat dat betreft het comfort voor iedereen die meerijdt. Veel auto's hebben tegenwoordig ook leer. Er is duidelijk een trend naar luxere auto's. Luxere afwerking. Zelfs van modellen waar je dat misschien niet van zou verwachten. Of van fabrikanten. Deze gelige auto is van Seat. Dat is een Spaanse Volkswagen dochter. En kijk eens. Heel futuristisch ziet dat eruit. Met een soort aluminium binnenwerk. En een deur die weer op een hele bijzondere manier open schuift. Ergens een tussenvorm tussen een schuiver en een dichtklapper. En ook dat is natuurlijk weer wat veiliger. Dan schuif je niet zo naar buiten met die deur als die open gaat. De kleinste auto is natuurlijk zonder twijfel de Smart. Dat heeft Mercedes samen met Swatch toch wel heel slim gedaan. Want die Smart, die als we die 5 jaar geleden op straat hadden zien rijden, betiteld zou zijn als een invalide autootje, is nu een volwaardige auto. Je hebt er ongeveer 25 mil voor nodig, maar je kunt hem ook leasen voor 200 gulden in de maand. En dat valt weer mee. Overigens, er zijn allerlei modellen, duurdere, met leer, zonder leer. En je kunt er met z'n tweeën in. Nou, we zullen ze meer zien, want dat is de bedoeling. Ze zijn onder andere in Amsterdam ook in gebruik voor autodeelprojecten. U ziet het, 300 gulden en per maand 199 gulden voor de leaseprijs. Kleurtje verwisselen is niet zo moeilijk. Dat is gewoon een kwestie van de plastic deeltjes eventjes omzetten. En dat werd op de autorij gewoon gedemonstreerd. Ze zien er leuk uit. Maar dit vinden we dan weer een beetje vreemd. Er wordt een fiets achter een Smart gehangen. Dat is op zich heel handig. Ik heb ook een auto waar een fietsje in past. Maar waarom dan zo'n grote fiets die aan beide kanten uitsteekt? Dat lijkt ons erg gevaarlijk. Als je daarmee door de stad rijdt, pak je gauw iemand mee. Waarom hebben ze daar nou niet een kleiner fietsje opgehangen? U ziet het hier van opzij. Dat steekt allemaal gevaarlijk uit. Dat valt ons een beetje tegen van de mensen van het Smart project. Oh, kijk eens, een krasje. Dat hoort natuurlijk niet op de autorij. Vooral niet bij Porsche. Want Porsche had nieuwe modellen en die, u ziet het, keurig met een hekje eromheen. Want de gewone mensen mogen daar niet bij. Daar moet je toch wel echt een belangrijke klant voor zijn. Hier bij Seat is een rijtje van die motoren naast elkaar. Je kunt bij veel van die modellen gewoon kiezen uit verschillende motoren die ze er dan in hangen. Kleiner is goedkoper en zuiniger. Maar de mensen willen wat pit onder de motorkap hebben. De kleurtjes, u ziet het ook, zijn fel. Vrijwel altijd metallic. Wat dat betreft is het utiliteitsbeginsel een beetje verloren. Het moet allemaal heel mooi. Dit is de allernieuwste Honda, de logo. Die is vrij duur, kost ruim 25 mil. En dat is voor een klein wagentje in die klasse eigenlijk vrij veel geld. Maar Honda kan er maar een paar honderd verkopen. Dus ze houden de prijs hoog en doen heel veel aan promotie. U ziet de borden overal. Ja, dit is een wagentje voor kinderen. En dit is een wagen voor de Tour de France. Dat begrijpt u. Dit is de Velsatis. Een wagen van Renault waar je kunt zien hoe een auto eruit kan zien. Of is dit nou juist hoe een auto eruit heeft gezien? Want het zijn elementen die dan weer passen in die retro-stijl. En wat horen we daar? Muziek.
dat was Caribbean Brass ter afsluiting. En dan is het langzamerhand 5:00 op de laatste dag van de autorij. En dan komt er een oorverdovend geluid. Dat is traditioneel. De stroom gaat eraf en de klaksons gaan aan. Luister die maar. Echt oorverdovend. Laat u daar niet mee vermoeien. Terwijl we ondertussen kijken naar deze conceptwagen van Citroën. En zou die niet een beetje bedoeld zijn als tegenhanger van de New Beetle? Als tegenhanger van wat Volkswagen doet, maar dan met een scheve oog kijkend naar de oude, trouwe De Chevaux. De lelijke eend. We weten het niet. Maar dit soort auto's bereikt uiteindelijk misschien wel de markt. Dit vinden we een hele mooie, de Picasso, de Xara Picasso, in een prachtige vorm en wel een juist gekozen naam dus. Picasso voor een hele mooie auto. Op de autorij, en dit was dus echt aan het eind. Prachtige auto's die we best allemaal zouden willen hebben, maar ja, er kunnen er maar zoveel in Amsterdam en we hebben maar een heel beperkte vergunning om te kunnen parkeren. Dus wat dat betreft, daar heb je niet zoveel aan. Kijk, dit is een Ford. Een modelletje. De Focus. Bij Ford zijn ze, wat dat betreft, de laatste jaren ook erg in het design gedoken. Aan de overkant Daewoo met de Matisse. We zagen al de Picasso. En nu dus ook een Matisse, een andere. Iets anders geschreven, maar toch wel duidelijk. Kunst. Vormgeving mag weer. Deze Focus mag ook weer. En ziet er heel duidelijk anders uit. Worden het geen kunstwerkjes? En wat zien we hier? Gelukkig tussen al die nieuwe auto's ook een oude Harley Davidson. Nou ja, een oude, het is natuurlijk een spiksplinter nieuwe, maar je krijgt toch wat nostalgische gevoelens als je naar zo'n motor kijkt. Want dat is voor de ridders van de weg. En deze mensen waren zeer blij dat het eind van de autorij na 10 dagen sloven en de klanten te woord staan eindelijk gekomen was. Daarom zwaaiden ze met rode vlaggetjes. Misschien hadden ze ook wel erg veel auto's verkocht bij Ford. Dat weten we niet. Ze waren in ieder geval heel erg blij. Want de autorij is weer voorbij. Dit jaar komen er nog wel bedrijfsautorijs en er komt een antieke autorij. Maar de echte grote rij, die komt pas weer over 2 jaar. Dus over 2 jaar in het jaar 2000, als we de Millennium Bug voorbij zijn, dan komt er dus een echte nieuwe autorij. En laten we voor de rij hopen dat er dan ook zoiets als 430.000 bezoekers komen. Want die waren er deze keer. Kijk, hier weer zo'n auto waarbij de deur een beetje omhoog open gaat. Het ziet er allemaal erg mooi uit. Wat betreft het Millennium. We hadden graag vanmiddag ook nog een Millennium programma gebracht. Maar dat is een beetje flauw. Er gebeurt niet veel. Het enige wat we lezen is dat er uiteindelijk als gevolg van de euro toch miljarden zoek zijn. En we hebben zelf gemerkt dat geld dat in januari naar Duitsland is overgemaakt niet is aangekomen en zoek is. Dus of dat een toeval is of dat er veel meer klachten zijn, weten we niet. Maar we hebben wat dat betreft niet zo vreselijk veel vertrouwen in de millenniumbestendigheid van de computers van de banken. Als er nu al miljarden elektronisch verdampt zijn en op papier teruggevonden moeten worden, hoe gaat dat dan als het millennium eraan komt? Want dan zijn er toch echt wel wat meer fouten op hardware- en softwaregebied te verwachten. Kijk, mooie auto's. Dit is ook weer zo'n conceptcar. Fantastisch. Een Amerikaans model. Heel erg retro. Heel erg modern aan de ene kant. Maar heel erg teruggrijpend op het oude modellen van auto's die in de jaren 30 rondreden in Amerika. Met hele bolle neuzen. Kleine voorruitjes. Nou, dit is een Chrysler model. Er is ook een Chrysler PD model in Amerika. Wat er weer een beetje op lijkt. Maar dit is dan echt een
model om naar te kijken. Retro heet dat. En dat zien we hier ook. Want je zou je kunnen vergissen, het lijkt wel de achterkant van een minietje. Maar dat is het niet. Het is een... Daar had ze koren met een mini-uitdossing. U ziet het. Je zou je kunnen vergissen als je hem op straat tegenkwam. En kijk eens. In de Oosthal was ook de Rijkspolitie aanwezig. Die zijn ook aan het inpakken. Met motoren. Want de overheid wilde ook graag laten zien dat ze er zijn. En als je 430.000 bezoekers kunt bereiken, moet je dat niet laten. Hier een tentje waar je geurtjes kunt kopen voor je auto. Niet alleen lekkere geurtjes, maar ook nieuw plastic geurtjes. Een parfummetje om je auto te laten ruiken alsof die nieuw is. Alsof het een nieuwe auto is. Maar ook om ongelukjes, stinkende dingen uit je auto op te lossen. Hier de vormgeving van de douane en van de motorrijderbelastingvoertuigjes. Die gaan er zo uitzien. Dus als u ze langs de weg ziet staan en u heeft wat, dan weet u het. Siemens liet nog een elektrische auto zien. Daar zit dus geen motor in, maar wel erg veel accu's. En kijk, achterin zitten dan twee elektromotoren. Hier nog zo'n Amerikaans modelletje. Het ziet eruit alsof het zo de baan op kan. Hang de vleugels aan en je kunt ermee vliegen. In Amerika is dit heel populair. Het moet er allemaal erg glimmend uitzien. En raceauto's waren er ook. Canal Plus wilde klantjes werven en had allemaal mooie race- en rallymodellen op haar stand neergezet. Vol met reclame, dat ziet u. Wat dat betreft is de racerij nog een van de weinige gelegenheden voor bijvoorbeeld de tabaksindustrie om hun promotie te doen. Nou, kleine en grote autootjes, snelle en langzame autootjes, de autorij is voorbij. En u ziet het, ze zijn nog steeds bezig met het wegslepen van dat ding. We eindigen dus met dezelfde beelden als waar we mee begonnen zijn. Dit is Mystère met een reportage over het laatste uurtje van de autorij afgelopen zondag. Het is weer voorbij. Veel bezoekers, heel druk, goede zaken gedaan en iedereen is tevreden, hopen we.